Ik heb nagedacht wat ik ga eten. Tussentijd heb ik lekker wasje opgehangen. Maar ik heb gekozen voor een lekker broodje biefstuk. Dat is even lekker. Super tof dat je kijkt naar gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En vandaag is de dag dat deze mooie meid weer naar het station gaat. Ja, dat zeker. Ja, helaas wel. Het was wel een leuke weekend. Dat zeker. Vooral dat challenge dat we hebben gezien. Ik hoop dat jullie ook ervan genoten hebben om naar te kijken. Want het was leuk om achter de schermen gewoon te filmen voor ze. En wat ik ook nu ga doen is lekker even lekker gordijntje opengooien. Wil je dat plitsen? Oh nee hoor. Nee? Niemand mee. We waren lekker gewoon lekker een beetje gelegen. Hoe laat is het nou? Bijna 12 uur al. Soms is het toch net lekker, want daar nog even in je nest te liggen. Ja. Dat lijkt wel lekker. Maar we gaan nu samen wakker en gaan we mijn vriendin naar het station brengen. En je zei al dat het gaat regenen vandaag, maar ik niet echt vrolijk van word. Gelukkig ging ik dan wel binnen. Dus ja, en wat ik al had gezegd, om een paar vroegen terug, dat we die boontjes gingen eten. Maar we hebben gezellig toen gisteren met Rick en Jasmijn. En mijn vriendin natuurlijk erbij. Hebben we gewoon lekker. Eigenlijk kan ook gewoon Sander zijn, hè? Dat kan. Ja, dat mag. Hebben we gewoon lekker. Eigenlijk dingen iets besteld. Lekker kapot. Lekker kapot. Of dus, want ik dacht sowieso al van we zitten daar toch. Is toch ook wel gezellig. Ook omdat juist mijn hele tijd. Ook voor Rick natuurlijk ook wel gezellig. Want ik weet niet hoe lang die twee elkaar hebben gezien. Dat is volgens mij ook heel lang geleden. Volgens mij ook. Ja. Want die waren heel erg spraakzaam met elkaar. Ja. Ja, echt wel. Soms een beetje te. Maar dat waren allemaal dingen dat ze helemaal niet kan, maar oké. Okay. Oh, we hebben gelachen in ieder geval, dat is het belangrijkste. En de gezelligheid is ook het belangrijkste. Dus we gaan nu maar richting station toe. San is bij station afgebracht, mijn vriendin. En ja, ik ga nu lekker richting huis. Ik moet zoveel doen dadelijk op mijn computer. Niet normaal. Dus ik ga dadelijk keihard werken achter mijn computer. En hoe ver ik kom. Want eigenlijk moet hij maandag al online staan. Dus, en ik weet niet hoe laat, over half uurtje, al 1 uur natuurlijk. Ik ga dus snel mogelijk naar huis. Ga ik snel editen. En dan voetbal bij kijken. En dan gaan we kijken wat Feyenoord vandaag gaat doen. Ik hoop dat ze gaan winnen tegen Fortuna Sittard. En we gaan het zien vanmiddag. Fortuna Feyenoord. Vanmiddag, 2:30. Ik ben ongelooflijk benieuwd dat dat wel het stand gaat worden. In ieder geval, nogmaals, ik ga lekker richting huis toe. Ga ik even snel editen. Oh, wat een dag. Jammer dat ze weer van huis is. Maar ja, het is niet anders. Ze moeten ook gewoon eigen dingetje doen. Maar tenminste, ze hebben ook werk natuurlijk. En dat moeten ze ook doen. Maar ik ga even klaarmaken om het te eten dadelijk. Ik zit te denken, ik had al tegen me Sanne gezegd dat ik ging eten. En dus ik te denken eigenlijk tussen biefstuk en ik zit ineens te denken aan een tostietje. Ja, maar dat ga ik nog allemaal bekijken wat ik ga eten. Ik heb ook een kwartier de tijd, dus ik heb alles tijd. Ik heb geen haast om te eten, maar in ieder geval ik ga even. Ben ik geweest lekker relaxen. Even heel veel zitten editen jongens, niet normaal. Maar ik heb gelukkig afgekregen en nu maar even weer andere vlog editen van gisteren. Want ik heb echt ik ben nog niet klaar met editen, nog steeds niet. Met voor vrijdag was ik echt heel lang mee bezig. En nu ben ik van gisteren bezig en dan vandaag moet ik ook nog, maar dat doe ik morgen. Zo ga ik het ook keer. Ik ga dadelijk klaar met eten. Net verleden was je nu aangezet. Moet ook gebeuren. En eigenlijk moet ik iets gezond eten, maar ja, ik ga even kijken wat ik ga eten. Komt wel goed. Ik heb nagedacht wat ik ga eten. Ik heb gekozen voor een lekker broodje biefstuk. Dat is even lekker. Ja, die boontjes ga ik dan dinsdag of zo eten. Dus laten we dat op die dag doen. En ik moet even achter deze aan binnenkort. Dus even lekker geurtje even erbij. Zo super lekker natuurlijk. En ik ga nu eerst even lekker YouTube kijken. En voorbij komen van het hele weekend. Want het was super wel druk in mijn F ook. Even dadelijk even een filmpje kijken. Tussendoor ga ik even lekker
biefstukje maken. Is dat al klaar? Voor mij is hij al warm. Dus ik kan hem eigenlijk al inleggen als ik wil. Dus laten we dat ook gelijk even doen. Dat ik hem even neerleg. Zo. Oh, lekker die gesuis. Oh, zo'n lekker geluid, hè? Vind ik altijd. Zo'n lekker geluid om lekker die suis te horen. En dan ga ik daar even op wachten. En dan ga ik lekker smullen. Broodje met biefstuk met knoflooksaus erbij. En ik zat even toevallig voetbal te kijken op voetbal in de gaten houden. Van Feyenoord hebben natuurlijk met 3-1 gewonnen. Met 10 man. En ik zat op tv, PSV, te kijken trouwens toevallig. 1-1 tegen Twente. Hoe mooi. Dat vond Feyenoord, komt er goed uit. Feyenoord supporters onder ons. Komt er goed uit dat Feyenoord, dat Twente van PSV gelijk hebben gespeeld. Komt van Feyenoord goed voor pas. Want Feyenoord staat nu derde. Dus ik ga even lekker op biefstukje wachten en dan ga ik lekker van mijn biefstukje genieten. Oh, een heerlijk lekker broodje biefstuk zitten eten. Lekker zitten smullen. Oh, dit is zo ongelooflijk lekker. Ik dacht, ik wil gewoon even snel eten. Ik heb geen zin om helemaal ik ben zo'n type niet, maar oké. Maar ja, eerlijk gesmild. En wat ik altijd doe, en heb ik al vaak gezegd in mijn vlog. En ik blijf het even halen voor mensen die niet weten waarvoor dat is. Ik was altijd de bord af voor sowieso voor Ganja. Want die gaat dan altijd van mijn bord likken en dat wil ik niet hebben. En wat eigenlijk heel onhandig is voor mij nu, is dat ik gas heb aan laten staan. Dus ik trek het even uit voordat ik het vergeet. Echt ongelooflijk niet slim. Dus voordat je klaar bent met koken, check even dat je gas uitstaat op voor naar huis. Om zo te zeggen. Dus dat kan ik ook even meegeven. En ik zat net lekker achter op computer. Op YouTube te kijken. Dan ga ik nu weer verder kijken. En lekker relaxen. Gewoon even. Ja, zo keren lekker. Gewoon even lekker relaxen. Niks doen. Wordt je in ieder geval al gedraaid. Morgen weer. Dus we gaan het allemaal wel zien. Gekregen dat ik de laatste tijd heb ik best wel veel wierook aanstaan. Toevallig gesproken daarover kreeg ik een reactie dat eigenlijk helemaal niet goed voor je is, wierook. Dus diegene, ik heb geantwoord, diegene zegt Google dat is. Dus dat ga ik voor de zeker, dat ga ik inderdaad doen. En ik wil voor zeggen ook, wil je contact met mij? Ik heb speciale e-mailadres, staat hier in beeld. Kan je contact mee maken als je iets wilt. Want ik wil gewoon een beetje dingen geordend hebben. Want als ik mail op één e-mailadres, dan wordt het te veel voor mij. En ja, dus ik dacht, weet je, ik ga op aparte e-mailadres. Alleen voor YouTube te maken, dat ik daar voor YouTube te maken is. Maar ik ga even inderdaad googlen. Wie? Oh, ik zeg Rie. Maar het is Bie. Rook slecht. Nee, zou ik zetten? Wie rookt niet goed? Voor je. En ook toevallig, ik had een reactie van koop een stappenteller. Die heb ik toevallig, want die had ik gisteren al pas geleden nog in de vlog laten zien. Dus, maar het staat hier, bij de verbranding van de wierook komt veel fijnstof vrij. Het ruikt lekker, maar is slecht voor je gezondheid. Fijnstof en koolstof, moleculen die vrijkomen van de verbranding van de wierook kunnen leiden tot hoofdpijn en duizeligheid. Misselijkheid en irritaties van ogen en longen. En dat is gemeld door... Dit is gemeld. Heel veel... Zo. Dat wist ik helemaal niet eens. Dus dan vraag ik me nu al af. Is het eigenlijk iets vergelijkbaar als roken, om zo te zeggen? Is wierook. Zo. Daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Nou ga ik twijfelen of ik nou ga gebruiken of niet. Dus ik wil diegene in ieder geval wel bedanken voor de reactie. Maar... Wel,
Ik ga ze voor lol even bijpakken. De pakje van de wierook. Ik heb hier bij me de wierook premium masala sticks. Nou. Er staat wel iets van... Nou. Slecht voor konijnen. Nou, dat snap ik. Wat staat hier in Nederlands op? Het is echt heel klein, jongens. Zo. Ik kan amper lezen. Nou. Onduidelijkheid. Dat is wel één. Nou, maar het staat er niet aangegeven. Pak je iets van waar? Ik zag al iets van waarschuwing of zo. Voor konijn stond. In plaats van konijn stond erop. En een kruisje erheen. Dus lijkt mij gevaarlijk voor konijnen. Of staat het nou bedoeld gevaarlijk voor dieren? Dat durf ik alleen niet te zeggen, namelijk. Dus, maar oké. Dat wou ik even melden. Vond ik wel even belangrijk. Dan denk ik van, waarom verkopen ze het dan? Het zal wel. Het zal misschien nog mij liggen. Wie weet. Maar blijkbaar is het slecht voor je. Nou, ik ga hem gewoon af en toe gewoon één keer op een dag aansteken. En dan vind ik het wel prima. Lekker maar klaarmaken om lekker mijn bedje in te gaan. En lekker slapen. Morgen weer een dag. Morgen vroeg op. 6 uur beginnen op mijn werk. 6 uur alweer. Dat is heel vroeg. Maar oké, ik ga lekker een gordijntje dicht doen. Lekker slapen. Wat ik tegen jullie wil zeggen is, jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ja, morgen weer een dag. En de gordijnen gaat weer irritant doen, ik zat al op te wachten. Oh, maar ja, het kan gebeuren. Nogmaals, ik wil jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. En vonden jullie deze vlog leuk, doe sowieso even een blauw duimpje omhoog. Ben je trouwens nog niet geabonneerd op mijn kanaal, zou het tof zijn als je mee abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers hier, groene heel vlog, om 1 uur. En zeg ik hierbij, laters! En of we mensen hebben bij Rick, hebben we iemand meegenomen? Nee, deze persoon was van mij natuurlijk, die hebben gif opgehaald. Maar dat is... Jasmaantje! Hi Jas. Hallo. Hoe is het met je? Oh god, zit er Rick ook in de beeld.